Het is donderdag 17 juli. Dit is het nieuws. Volgens slachtoffer zou hij haar met een vuurwapen of iets wat daarop blijkt hebben bedreigd. In Huissen is een hoogbejaarde vrouw overvallen. Het is niet de eerste overval op ouderen in de regio Arnhem. Mevrouw, wat betekent dit nou voor u? Ja, heel veel. Een minuut stilte tijdens de Vierdaagse vandaag. Politieagenten herdachten de hoofdagenten die vorige week is doodgeschoten. En net klaar met school storten veel jongeren zich op het vakantiewerk. Of het allemaal volgens de regels gaat, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Goedenavond. Grote onrust onder ouderen in de regio Arnhem. Voor de derde keer in 2 weken tijd is een hoogbejaarde bruut overvallen. Ditmaal was een vrouw van 93 in Huissen het slachtoffer. De overvaller bedreigde haar thuis met een wapen en ging er met haar tas, gouden armband en portemonnee vandoor. Onder de bewoners van verzorgingscentrum Sancta Maria is de overval het gesprek van de dag. Gistermiddag rond 1:15 dringt een gewapende man een van deze aanleunwoningen van het bejaardentehuis binnen. De overvaller geeft de 93-jarige bewoonster een duw en bedreigt haar met het vuurwapen, waarna hij haar berooft. Ja, de vrouw is gelukkig niet erg gewond geraakt, maar u kunt zich wel voorstellen dat ze erg is geschrokken van het incident. Ik heb er vanmorgen gesproken en ze is nog heel erg overstuur. Hè. Ze heeft vannacht geen oog dicht gedaan en ze snapt niet dat het kan gebeuren. Hè. Dus het is echt heel veel ongeloof van dat het kan. Het hoogbejaarde slachtoffer is te aangedaan om zelf voor onze camera te reageren. En ook de andere bewoners van het zorgcentrum zijn na de brute overval bang geworden. Ik denk, oh god, verschrikkelijk. Na de overval vlucht de indringer op een scooter in de richting van de parkeerplaats achter het bejaardenhuis. Op de parkeerplaats heeft een omwonende de gestolen portemonnee van de hoogbejaarde gevonden. Haar gestolen tas is in een parkje in Arnhem-Zuid in de Dragonstraat teruggevonden. Ja, het zou gaan om een man tussen de 20 en 25 jaar. Hij was gekleed in een donkere broek en een donkere leren jas. Ook droeg hij een zwarte helm. De laatste tijd zijn meer hoogbejaarden thuis het slachtoffer geworden van brute overvallen. Zo is in Roosendaal een echtpaar met een wapen bedreigd, maar ook in Velp en Arnhem was het raak. Hebben die overvallen wat met elkaar te maken? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. De directie van Sancta Maria adviseert de bewoners voorzichtig te zijn en kettingen op de voordeur te zetten. En sommigen hebben inmiddels voorzorgsmaatregelen getroffen. Ja, zeker waar. Nee, we hebben het speciale sloten. Politiekeurmerk erop. Eens kijken. Ja. Komt niet makkelijk in. Maar ja, als je zelf losmaakt, dan komen ze makkelijk binnen. Hè? Dus u bent wel bang? Nou, bang, voorzichtig. De politie is op zoek naar getuigen van de brute overval in Huissen. De opsporingsdienst FIOD, ECD en de douane hebben in Nijmegen ruim 9 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het gaat mogelijk om namaaksigaretten. Het rookwaar werd vanuit China verscheept naar België en vanuit daar naar een industrieterrein in Nijmegen gereden. Bij het lossen van de sigaretten zijn 5 verdachten aangehouden. Politieagenten die meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse hebben hun collega herdacht, die vorige week in Amstelveen werd doodgeschoten. Vandaag was haar begrafenis. Op het moment van de uitvaart werd een minuut stilte gehouden. De bravoure, de gekkigheid, het is er allemaal even niet. Zo'n 250 agenten herdenken hun omgekomen collega Gabrielle Sefat. Het contrast is groot. Terwijl de Vierdaagse deelnemers in feeststemming doorgaan, staat de politie stil bij de dood van de vrouw die diende bij dit korps. Zeg mevrouw, wat betekent dit nou voor u? Ja, heel veel. Op het moment dat de uitvaart van Gabrielle Sefat in Amstelveen begint, is het stil in een weiland in Groesbeek. Toch gaat volgens mij de knop niet om. De collega's die nu weer verder wandelen zullen bij zich blijven houden. Emotie van net, denk ik, van het moment van de minuut stilte. Blijft toch een rare dag dus? Het is een hele rare dag. En een groot contrast, moet ik zeggen. Na het moment van stilte sluiten de politieagenten weer aan in de rumoerige kolonne van lopers. En in Nijmegen staat verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, de derde dag van de Vierdaagse vandaag. Hoe is die verder verlopen?
Nou, je ziet een beetje hoe ik erbij zit. Het regent enorm, maar ik wou ook even laten zien dat de Vierdaagse niet alleen maar afzien is, maar ook heel veel gezelligheid. Deze mensen komen hier al 25 jaar samen. En wat doen ze? En dat doen heel veel mensen hier naar het lopen. Even een biertje drinken en heel wat biertjes. Meneer, jullie komen hier altijd op bij elkaar. Hoeveel heeft u nou weggetikt vandaag? Ik heb er al ongeveer 10 weggetikt vandaag. Ja. Nou, om even te laten zien hoeveel dat is de dagproductie van deze meneer. En ik kan wel zeggen, de hele groep heeft ongeveer zoveel gedronken. En dit is zijn vrouw. Mevrouw, wat heeft u nou al gedronken na het lopen? Nou, een stuk of 4 biertjes en een paar rozeetjes. Ja. Gezellig, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. En zo zijn er meer die heel wat drinken. Want er is vandaag ook een Deen afgevoerd. Hij had zoveel gedronken, hij waggelde iets te veel over het parcours. En de organisatie heeft gezegd, kom jij weer hier met je startkaart, ga maar naar huis. Er is ook veel commotie ontstaan rondom onze radioverslaggever Mimi van Ormond. Zij loopt 40 kilometer mee met de militairen. Wat is nou precies aan de hand? Ja, Mimi, dat is wel een beetje een treurig verhaal. Mimi loopt mee met de militairen. Elke dag 40 kilometer met 10 kilo bepakking. Maar omdat zij als burger meeloopt met militairen, krijgt ze geen kruisje. En nou is er een kijker zo boos erover. Die is een actie gestart voor Mimi dat ze toch een kruisje krijgt. En mensen die actie willen ondersteunen, moeten even kijken op onze website. Op omroepgelderland.nl en dan kunt u die actie ondersteunen. We zagen net al veel bierdrinkers bij je. In de avonden wordt ook veel gedronken tijdens de Vierdaagse feesten. Gisteren was de 5e dag. Hoe is die verlopen? Ja, ik kan wel zeggen, de stemming is net zoals hier elke dag eigenlijk. Die stemming in de stad is supergoed. Gisteren waren weer bijna 200.000 mensen in de stad. Bijna geen arrestaties, echt heel weinig. De politie spreekt nog steeds van een rustig verloop. En we zijn gisteravond een kijkje wezen nemen bij de feesten in het centrum. Nijmegen heeft deze dagen zo'n 20 podia waar honderden artiesten optreden. En dat zijn lang niet altijd publiekstrekkers als Lief en Van Velzen. Dit is Portugese muziek. Het heet Quatro Ventos. Het is mijn favoriete muziek. Het is wel heel wat anders dan wat er voor de rest op de Vierdaagse feesten is. Dit is veel leuker. Maar ja, dat heeft ook met leeftijd te maken natuurlijk. Dit is heel wat anders dan alle dancefeesten. Ja, zeker wel. Maar veel beter. Ja, want wat is hier leuker aan? Ja, het is dansbaar, het is muzikaal, het is heel mooi. Ik kom uit Den Haag en ik kom vanavond even voor de Vierdaagse feesten. En in het Valkenpark, maakt niet uit waar je bent, je hebt gelijk een leuke avond. Maar ik vind dit een erg leuk beentje. Ik kende ze nog niet, dus nou, het is nu al leuk. Waar hebt u zo leren dansen? Ik ben zeeman geweest. Alle eilanden van de Caribische ken ik, hebben nog gedanst. En zo feest Nijmegen door, 7 nachten lang. En als de lopers zich klaarmaken voor een nieuwe wandeldag, dan zijn daar de feestgangers om ze aan te moedigen. Vooral de intocht van de Vierdaagse trekt jaarlijks zoveel bezoekers dat de wegen naar Nijmegen vol lopen. Om de verkeershinder te beperken worden er morgen verschillende maatregelen genomen. Op diverse toegangswegen naar Nijmegen gaan de vluchtstroken open. Zo kan het verkeer beter doorstromen. Dat gebeurt onder meer op de zuidbaan van de A73 tussen Beuningen en Neerbos. Op de A50 bij knooppunt Ewijk kan het verkeer via 2 rijstroken naar de A73 toe. Ook gaat de vluchtstrook op de westbaan van de A50 tussen Valburg en de Waalbrug open. Dit jaar kunnen bezoekers die na de Vierdaagse naar huis gaan ook de vluchtstrook op de A50 tussen Valburg en Heteren gebruiken. En tot zover de Nijmeegse Vierdaagse. Straks na het nieuws het Vierdaagse journaal, waarin Harm Edens wandelaars wakker maakt en blaren inspecteert op de Blarenpost.
Ruim 1 miljoen jongeren werken deze zomer in winkels, boomgaarden en bij tuinders. Vrij van school en centen verdienen voor de vakantie. Voor de arbeidsinspectie een uitgelezen moment om te controleren of de regels voor vakantiewerk wel worden nageleefd. Samen met een vertegenwoordiger van FNV Jong deed arbeidsinspecteur Langevoort vandaag een rondje Veluwe. In de supermarkt werken altijd veel jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet met de vleesnijdmachine werken. Ze mogen niet achter de kassa. Ze mogen niet te zwaar tillen. Ze mogen wel schoonmaken, maar weer niet met gevaarlijke reinigingsmiddelen. En dat betekent eigenlijk op het moment dat er een gevaarsymbool op de verpakking van het reinigingsmiddel staat, dat ze dat soort werk al niet meer mogen doen. Veel jongeren werken voor het eerst en weten weinig van zaken als salaris en belastingen. Ook niet dat ze via een TJ-formulier grote bedragen kunnen terugvragen van de belasting. Als je formulier invult, als je jaaropgave krijgt, dan dat is 5 minuten werk hoogstens. Dan krijg je vaak nog geld terug van de belasting. Ja, dat is eigenlijk wel nieuw voor mij. Ik wist niet, dat zei ik net al. Ik wist wel dat ik wat geld terug kon vragen op een of andere manier. Maar hoe dat nou precies moest, dat wist ik niet. Nou, als je een jaarsalaris hebt van 700 euro, dan krijg je gemiddeld gezien 50 euro terug. Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel er precies af is gedragen aan de belasting. Ga uit van een bedrag van 50 euro op 700 euro wat je verdiend hebt. Veel jongeren verdienen echter meer dan 700 euro per jaar. En omdat veel jongeren dat niet weten, blijft er volgens FNV Jong jaarlijks zo'n 25 miljoen bij de Belastingdienst op de plank liggen. Robbe Langevoort, ik ben van de arbeidsinspectie. Ik zal hem heel even legitimeren. Ja. Door de bank genomen houden de werkgevers zich aardig aan de regels. Werktijden, werkzaamheden, betaling, het lijkt allemaal te gaan zoals het hoort. Op hier en daar een kleinigheidje na dan. Je hebt geen veiligheidsschoen aan, waarom niet? Ja, de maat is, mijn maat is te groot. Het is 47 en ze zijn alleen 46. Oh, dus ze hebben helemaal geen veiligheidsschoenen meer? Nee, komt op neer. Aan het eind van de zomerperiode inventariseert de arbeidsinspectie de geconstateerde misstanden. Aan de grootste problemen wordt volgend zomerseizoen extra aandacht besteed. Een uitslaande brand heeft een grote sportschool in Apeldoorn in de as gelegd. Zometeen meer. De man van 85, die een week geleden 4 fietsers aanreed in Epe, is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft allerlei klachten, waardoor aannemelijk wordt dat hij kort voor de aanrijding onwel is geworden. Dat meldt de politie. Bij het ongeval vielen 2 doden en 2 zwaargewonden. De politie heeft 2 Apeldoorners aangehouden voor internationale wapenhandel. Afgelopen maandag onderschepte agenten een Apeldoornse automobilist van 38... die 15 wapens in zijn auto had liggen. Later die dag zijn diverse panden doorzocht en vonden agenten vuurwapens, geld en drugs. Hier is een Apeldoorner van 56 aangehouden. Onder grote belangstelling is vandaag in Ermelo molen De Koe op zijn voet gehesen. De molen brandde 18 jaar geleden af. Een stichting zamelde geld in voor herstel van de molen. Een grote hijskraan heeft de klus geklaard. Binnenkort levert een molenbouwer uit Aalten de wieken. De politie heeft de DNA-sporen van verschillende inbraken kunnen linken aan een verdachte van 30 uit Wezep. De man werd begin juli al aangehouden. Hij wordt nu verdacht van meerdere bedrijfsinbraken in Wezep, Wapenveld en Kampen. Een vrouw van 73 uit Eibergen eist van de firma Eterniet een complete sanering van haar met asbest vervuilde erf. Ook eist ze 50.000 euro zwarte geld omdat ze aan longvlieskanker leidt. Het is voor het eerst in Nederland dat een particulier direct opruiming eist. Het bedrijf verstrekte in het verleden asbest voor wegverharding. De 31-jarige spits Geert den Oude gaat naar De Graafschap. Hij moet alleen nog een medische keuring ondergaan. Den Oude speelt nu nog bij Excelsior. Hij tekent een contract voor 2 jaar bij de Doetinchemse club. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. Een felle uitslaande brand heeft een groot fitnesscentrum in Apeldoorn in de as gelegd. Op het tijdstip van de brand waren geen mensen in het gebouw. Het gerucht gaat dat het om brandstichting gaat. De politie wil dat nog niet bevestigen. Wij zullen het uit moeten zoeken. Daar wordt een speciaal team voor naar deze locatie gehaald. Die gaat vandaag een onderzoek instellen. En dan, afhankelijk van hun verrichtingen, kan het toch nog enige tijd duren voor er uitsluitsel over is. Een ooggetuige die vannacht toevallig langs fietst, heeft zo zijn vermoedens.
Als het in zo'n korte tijd zo fel brandt, dan lijkt me kortsluiting wel erg moeilijk te bewijzen. U denkt dat het aangestoken is? Ik ben geen brandweerdeskundige, maar ik vond het wel erg fel branden in zo'n korte tijdje. Het gaat om een zeer grote brand. Rond middernacht rukken zo'n 30 brandweerlieden uit. Na een uur wordt het sein brandmeester gegeven. Maar het nablussen duurt nog tot 5 uur in de ochtend. In het deels verwoeste gebouw was vroeger de HTS van Apeldoorn gevestigd. Andere bedrijven in het complex, waaronder de afslankstudio van Herman van Doorn, blijven gespaard. We hebben geluk gehad. De vlammen zijn tot en met de voordeur gekomen bij ons. En ja, zoals je zien kan, net niet overgeslagen naar het volgende gebouw. Al de hele dag kijken niets vermoeden de klanten van de sportschool vreemd op. Zij moeten hun hel nu gaan zoeken bij centra in de buurt. Ja, ik vind het echt heel erg, als ik eerlijk moet zijn. Want u traint al lang hier? Een jaar of 12. Dus u kwam nu met uw sporttasje aanzetten, ja, of niet? Ja, dat is goed, maar dat zal niet blijven zitten, vrees ik. Ja. Hier konden we dan als team terecht. Maar bij een andere sportschool zal dat niet het geval zijn. Daar hebben we geen samenwerkingsverband mee. Dus ja, dat houdt even op, ben ik bang. En dan nog het weer voor de komende dagen. Dennis, hoe lang duurt het nog voordat de zomer doorbreekt? Nou, we moeten nog eventjes door de zure appel heen, want tot en met dit weekend blijft het wisselvallig en ook soms behoorlijk fris. Maar daarna komt het zoet. De zomer gaat namelijk echt beginnen. Volgende week steeds meer zonneschijn en aan het eind van de week temperaturen ruim boven de 25 graden. Echt zomerweer dus. Maar het was vandaag triest bewolkt, grijs, met soms regen die naar beneden viel. Soms ook flinke plensregens. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hadden daar ook behoorlijk last van. Die bewolking blijft nog in de aanvoer zitten uit een west- tot noordwestelijke richting. In onze omgeving blijft dat grijze weer de komende 24 uur overheersen. Maar op veel vakantiebestemmingen is het nog altijd mooi weer. Zeker in het zuiden van Europa, volop zon en hoge temperaturen. Maar u hoeft dus niet ver weg, want volgende week komen die temperaturen ook bij ons voor. Maar eerst nog veel bewolking. Komende nacht ook, met af en toe wat regen uit het wolkendek. En temperaturen die vannacht dalen naar zo'n 12 of 13 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En morgen, dan lijkt het weer heel erg veel op dat van vandaag. De bewolking die is hardnekkig en uit het wolkendek valt zo af en toe wat regen naar beneden. Soms is het ook eventjes een paar uur droog, maar daarna begint het ook gewoon weer. Buien die dus vanuit het westen worden aangevoerd. En de zon die heeft morgen niet of nauwelijks ruimte. De temperaturen morgen wel iets hoger dan vandaag. Vanwege de aantrekkende zuidwestelijke wind wordt iets zachtere lucht aangevoerd, waardoor het plaatselijk zo'n 19 graden kan worden. Maar op de meeste plaatsen is het een graad of 18. Ja, en namorgen blijft het ook in het weekend nog wisselvallig. Met soms een paar pittige buien. In de loop van zaterdag wel weer wat zonneschijn erbij. En temperaturen dan rond de graad of 19. Maar zondag gaan er alweer 2 graden af. Want de wind draait dan naar het noordwesten toe. En voert alweer wat frissere lucht aan. Ook dan een aantal buien, soms stevige buien. En begin volgende week wordt het dan langzaam wat droger. Ja, dan komt de zon erbij en gaan de temperaturen fors omhoog. Dinsdag wordt het al 23 graden en daarna begint de zomer. Dus echt een hele fijne avond. Het is morgen de laatste dag van de Vierdaagse. De intocht wordt live uitgezonden vanaf 2 uur. Met ook extra uitzendingen van het TV Nieuws om 3 uur en om 4 uur. Na deze uitzending volgt nog een politiebericht. Voor nu, fijne avond.